Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Ik ben natuurlijk weer met Sander van Gaming SB. Mijn haren zijn heel wild vandaag, want ik heb ze gewassen, maar ik heb er verder niks mee gedaan. Dus het is net alsof ik uit Trolls kom, zulke haren heb ik. In ieder geval, laten we nu beginnen, de tijd gaat in. Yay! Hey, hij pakt hem. Hey, ga er dan in. Ja, dat had ik ook! Mario! What the freak. Deze guy, echt... Het lijkt me maar dat niet rustig. Oh ja, ik was hier. Deze was niet zo heel leuk. Kan ik me herinneren. Oké. Ja, Piet Piranha. Je kunt je... Oh, deze game. Ik hou van deze game. Oh, dan is het sowieso niet Mario 64. Nee. Voor de mensen die denken, nog steeds haat... Dat gaat de hele serie zo zijn. Ja. Dat gaat niet meer veranderen. Dan weer... Het is terecht, dus het mag. Precies. Want ik heb bepaald dat het terecht is. Ja. Oké, Mario, doe even wat ik vraag. Wat je... Oké, ik wil niet. Oeh, ging bijna fout. Ja? Ja. Echt. Hoe durft hij? Hoe durft hij? Vraag ik me af. Volgens mij moet ik toch echt naar boven komen. Kan die nu zo? Ja. Oh, dit is niet handig gedaan. Maar, hey. We kunnen het handig. Ja, weet je, ik loop alleen maar een klein beetje. Oh, maar één ster toch? Weet ik niet. Ik ben nu bij Petey Piranha. Strikes Back. Oh ja, die heb ik inderdaad vorige... Nee! Vorige Mario! Aflevering. Dat was niet wat ik wilde. Dat je deed. Oké. Okay. Oh, dit is wel een kut. Dit zou zomaar eens een level kunnen zijn waar ik de hele aflevering ga zetten. Oh, dat is mooi. Mario, wat doe je nou? Ga erop. Ja, dank je. En dan zul je zien... Oh, dan kom ik straks bij Piet Piranha en dan heb ik geen water meer. Dat zou zomaar eens kunnen. Nou, dat weet ik haast wel zeker. Oké. Wiep! Oké, ik moet zuinig zijn met mijn water. Met je water! Ja. Zeker. Maar hey, je kunt altijd nog als een gek alles gaan lopen slurpen. Dat klopt, ja. Heb ik wel eens iemand eerder zien doen? Ik zal de naam niet noemen. Maar je hebt het wel eens zien doen. Ja, Sander, ja. Ik heb dit level volgens mij nog nooit van mijn hele leven in één keer gehaald en nu wel. Oh, precies als we een versus doen, dan denk je, ja, laat ik eventjes kut gaan lopen doen. Oh jee. Yeah. Nee, oké. Ik denk dat mijn wilde kapsel daar wel bij geholpen heeft. Wilde haren, koele kapsels, het is een tiener fantasie. Sander is druk bezig met het uit de lucht schieten van a Petey Piranha. Nee, niet eens. Er komen alleen nog maar. Shit on Mario. Oké. Als ik hem nu gewoon in één keer... Oei! Ah, dat is niet goed. Oh, dit ging helemaal niet goed dit. En dit is ook niet handig. Wacht, hoe deed ik dat nou de vorige keer? Oké. Oh ja, zo. Oké. Dit is zo typisch, hè? Want ik moet dus Shadow Mario... Nee. Oh, fuck. Spuiten met water, hè? Alleen dan gaat hij gewoon zwemmen. En dat kan wel. Ja, tuurlijk. Fuck! Sorry. Maar mijn frustratie moet er eventjes uit. Ja, sommige levels zijn ook gewoon kut hoor. Er gaan ook echt wel levels komen die ik kut ga vinden. Nou, jij bent hier iets beter in, denk ik. Ja, ik heb wel al in die 4 minuten dat we nu aan het opnemen zijn, heb ik wel al 2 sterren gehaald.
Kut. En ik ben al bijna dood. Nee, naar beneden. Dan heb ik Bianco Hills gecomplete. Kutzooi. Ik ben dood, zelfs. Oef. Ik ga mijn leven. En ik... Kut is, ik kan deze wel weer gaan skippen. Maar dat gaat niet helpen. Want ik moet hem uiteindelijk toch doen. Dat klopt, maar soms is het voor je sanity wel lekker om gewoon even een leveltje te skippen. Nee, ik weiger. Weiger je? Oké, nee, is goed. Mm-hmm. Oké, nu gaat die lukken. Ja, ik weet het. Piet Piranha. En hij ligt daar. Het is kut dat ik hem niet kon raken. Hoezo kon ik hem niet raken? Ik moet tegen zo'n beest in een drop... In drop... slijmachtig iets. Gaan we zo meteen Rico halen. Maar jij bent dus al bij het tweede ding. Ja, ik heb... Bianco Hills helemaal gecomplete. Oké, mooi. Oh, fuck. Ja, nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Dan niet. Hoe deed ik dat ervoor? Zo. Wee! Ja. Zo deed ik dat de vorige keer, inderdaad. Rico Harbor is niet mijn favoriete landje, zal ik je heel eerlijk vertellen. Ja. Die van mij volgens mij ook niet. Ik weet eventjes zo gauw niet welke dat is überhaupt. Dat is die harbor. Ja, dan denk ik wel aan de goede link. Is dat op een gegeven moment met die squids dat je dan super hard gaat en dat je dan al die red coins moet halen? Ja, dat is die. Dat is inderdaad een van mijn minst favoriete levels. Daar ben ik zo slecht in. In die aflevering. Aflevering. Dat level. Ik moet nu tegen die big squid. What the fuck, Mario? Wat doe je? Doe even normaal. Dank je. Doe je alweer niet normaal? Wat vroeg ik nou zo net? Mario, eventjes luisteren. Oké. Als jij niet wil luisteren, wil ik ook niet naar jou luisteren. Nou, hoeft hij dat ook niet. Dat heeft hij op zich niet nodig, dat ik naar hem luister. Maar, nou en. Oké. Dan hoor ik hem dus ook niet Mamma Mia zeggen. En in één keer wel één damage geraakt. Gekregen. Ja, I don't care. Ga maar weg. Kamerhoek, werk even mee. Dat doet hij. Dat is wel van. Fijn. Ik wou fijn en handig door elkaar zeggen. Tip, doe niet. Schijn niet zo tip, heel dat helpt niet. Where is Pete? Het probleem bij dit soort games is wel altijd dat ik soms wel eens vergeet dat ik content aan het maken ben. En dat ik niet, als ik geconcentreerd ben, weinig zeg, zeg maar. Ja. Ik weet niet of jij dat probleem kent. Jawel. Ik heb dat bij, behalve als een cutscene zijn, maar bij Layton had ik dat heel erg. Oh ja. Dan was ik die puzzeltjes aan het oplossen. En soms dan was ik het heel uitgebreid aan het uitleggen, maar niet altijd. Ja, ik ben nu ook aan Layton begonnen natuurlijk. Ja, dat is wel ziek hoor. Dat is wel ziek. Dag Squid, ga lekker zwemmen. Ja, nu ga ik... Wel coins krijgen. Oké. Meerdere ook. Oké. Dan was het. Ik weet niet of ik in de hele serie zo'n goede start heb gehad als dit. Ik heb in 9 minuten 3 sterren. Die van mij is vorige die aflevering daarvoor beter gegaan. In ieder geval. Ja, ik vraag me af of je dus buiten van alles de 7 episodes ook, of je ook nog sterren in Delfino Plaza moet halen of niet. Ik weet het niet meer. Dat komt vanzelf wel achter. Ja, dat zou je wel denken. Godverdomme. Waar is die piranha plant nou? Ik moet hoog staan om het te kunnen zien, maar
drie keer raden waar ik niet ja, sta. Ja, of je moet op zijn, naar zijn shadow zoeken op de grond. Dat helpt ook wel eens. Ja, maar dat is dus het hele punt. Die vond ik niet. Oké, okay. Nou. Daar. Ah. Nu weet ik wel waarom ik die niet vond. Omdat ik daar niet zocht. Oh. Waar die nu is, zeg maar. Daar tip. Zocht volgende ik volgende keer wel zoeken. Oké, okay, Milan. Oké, okay, nee. Milan. Oh, fuck. Ik heb hoezo toch dan? Oh mijn god, dit is zo grappig als je dit terugziet. Hoe dicht moet ik bij die gozer staan? Om te kunnen raken. Hé, hey. Doe even niet. Oké. Okay. Neem aan dat ik hem zo wel moet kunnen raken. Oké, okay, doe even zo je mond open. Mond open. Mond open. Dat is niet mond open. Ik deed mijn mond open. Er gebeurt niks anders. Wind. Nou, ik had het misschien ook tegen Petey Piranha. Nou, dat wist ik niet. Godver, die kutbeest ook altijd. Ja, die slimes. Oh ja, die zijn wel... zeker in dat level, want daar ben ik volgens mij ook een keer dood gegaan vorige aflevering. Zijn die echt fucking irritant. Gaat hij nog een keer een wervelwind doen? Doe gewoon je mond open. Kupiranja. Nog een keer? Hoe vaak doet hij die move? Als je dichtbij staat, doet hij die vaak. Ah. Dan sta je niet dichtbij en dan doet hij alsnog. Wat een lullo. Ik zeg vaak. Ik zeg niet dat hij het nooit doet als je niet dichtbij staat. Oké. Nou. We hebben hem. Eén keer nog niet. Nu wel. De cage shines bright. Oh ja, deze kan je cheesen geloof ik. Moet je hem drie keer doen? Ja. Ja, deze kan je cheesen. Daar hou ik van. Boys, voor als je nog niet weet. Ik hou van cheesen. Ja, hou je wel van kaas? Ik hou ook van kaas, maar dat bedoelde ik niet. Dat zei je wel, cheesen. Cheesen. Dat zijn meerdere kazen. Of in het Engels we dan, hè? Alexander. Ja, ik ben zo'n Engels expert. Ik denk, ik deel dat even met de mensheid. Maar ja, als jij zo lullig gaat doen, dan ga ik het voortaan niet meer delen. Jawel. Ja, oké. Okay. Ik vind het geniaal als jij zegt van, zoals ze in het Engels zeggen. Fuck. Kut, sorry. Zoals ze in het Engels zouden zeggen. Speciaal voor Milan. Oh, dit kan nog niet op die manier. Dat is balen. Hey, okay, hoezo ik kan dit gaat level... hij nou weer omhoog? Ik kan dit level nog niet cheesen, dat is wel jammer. Kut, en nu verneuk ik het helemaal. Oké, okay, boys, dit was het voor deze aflevering. De snelle progressie is nu af, want ik moet deze op de kut manier doen. En ik haat dit level op de kut manier. Heet die daar misschien ook kut manier? Ja. Maar ja, die naam heb ik hem zelf gegeven. Nee. Hoezo? Ik wil gewoon normaal staan. Waarom staat Mario niet op deze ding? Omdat Mario een bitch dit is. Ja, ik heb door. Yeah, okay. You having it door? Mm, yeah, I having it door. Real hard right now. Je bent zelf zo goed in Engels, oh mijn god. Ik heb het net als die ene band. Ik heb het door. Kut. I did be... I did veel. Heel veel. Heel veel veel? That's not good. That's not have wine. I heard. That is not very winig. Zoals ze dat in Engels zouden zeggen. Toch echt de vinken. Ik heb een idee. Hoe dan? Hoe dan? Hoezo kan die niet tegen water? Water! Maar als ik hem spuit terwijl die omhoog gaat, dan ineens... Oh ja, ik ga wel even tegen water kunnen anders. Vind je dat goed? Dan zeg ik nee en dan zegt hij... Nou, pech. Ja. You're having pech. I do not wanting having pech. But you have it. Waar is die bitch nu weer dan? Bij de baby, dan bitch. Nee. Nee? Ik heb gelogen tegen me. Zo doe ik dat. Ik ben zo liegerd. Ja,
En nu haat ik je voor je oor. Oh. Spannend. Ja. Nee, dat is mooi. Oh, kut. Nou, als ik hem eventjes... Dat is mooi. Oh, kut. Nee. Ga nu. Gaat hij weer naar boven? Kan ik weer dit hele... Kut. Kut. Ah, dit duurt nog wel lang. Voordat ik hier klaar mee ben. Ik denk dat ik hier zo de hele aflevering voor nodig heb. Mario, ga nou aan dat ding hangen. Ja, het zou fijn zijn als je hem haalt, Sander. En ik geloof in je. Waar is dat beest? Ja, hoop ik ook trouwens. Ik ga hem want anders vind ik hem mooi. Ik vind dat level wat je aan het doen bent ook een van de minst leuke levels van de hele game. Ik ook, maar ja. Jij hebt hem al gehaald, ik niet. Z-face. Ook daar. Oké, ik wacht gewoon totdat hij hier naartoe komt. Ja, nee, dat is ook niet handig. Ik heb bijna geen water meer. Water! Hij zit ook echt... Ik dacht dat hij alleen maar bij de village zat, maar hij vliegt gewoon ook van de village weg. Nee! Val? Ja. Oké. Okay. He falling. Ja, yeah, he falling real hard right now. Hoezo? Je had hem. Je deed zo van water lekker en nu doe je zo van niet water niet lekker. Hoezo kan ik niet zo lang schieten in zijn mond? What the fuck? That's what she said. Oh nee. Nee. Als she het zou zetten, dan was het wel lang juist. Hier, hij doet hem meteen weer dicht. Die bitch. Wojo. Dat is niet de bedoeling. Op het moment dat jij zeg maar net even mis schiet, zeg maar. Dan stopt hij meteen, zeg maar. Ja. Oh, die gaat niet goed. Dan is dat het. Dan is mijn accuracy niet goed genoeg. Mm-hmm. Ik denk dat ik zo'n. Scope lens. Hyper beam heb. Nee. Hydro pump. Die heeft een lage accuracy. Accuracy. Ik weet ik het hoe je het zegt. Ja, je bent wel caring. De master van Engels. Ja, but I don't caring right now. Sad. Woohoo! Be my discording right now. Have serious. Xander, we zijn gewoon midden in een hele spannende strijd. En dan krijg je discording. Ja, ik weet het ook niet wie dat zou doen. Ik denk Simon. Kom op. Simon is de enige die zo gek is om dat te doen. Mm-hmm. Maar ik ga niet kijken, want ik ben een grote jongen. Jij grote jongen. Grapje, ik ben een grote man zelfs. Kaboom. Een grote sterke man. Ik ben eigenlijk niet groot. En? Ik ga eerlijk met jullie zijn. Jawel, ik ben wel een man. Tenminste, gisteren. Ha, dit level. Nog wel. Yay, ik heb een shine sprite. Heb je hem gehaald? Nice. Na veel vijven en vijven. Heb je hem wel gehaald? Ja. Ik ben trots op je. Oké, Mario. Nog twee vervelende levels. Volgens mij zijn die andere twee ook lastig. Yay. Welke is dit? The Secret of the Dirty Lake. Secret of the Dirty Lake. Ja, oh, ik had even moeten wachten. Ik had niet op A moeten drukken. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, zal ik je vertellen wat je moet doen? Als je zo lief wil zijn. Aan de andere kant van de windmolen, zeg maar. Heb je aan het einde van het meer, zeg maar, een soort grot. Daar moet je naartoe. En de beste manier om daar te komen is die berg van die windmolen eigenlijk gewoon weer opklimmen, zeg maar. Ja, ik weet het al.
En dan gewoon een hele lange sprong maken. Dat is eigenlijk de beste manier om daar te komen. Ja, dit is het leveltje die ik vorige keer had overslagen. Voordat ik, zeg maar, de eerste keer dat ik deze game speelde. Ja. Toen wist ik niet dat je overal 7 episodes per se moest halen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ook. Laat ik deze overslaan. Omdat je het level moeilijk vond, of? Ja. Nou ja, dat is ook een moeilijk level, dus dat is niet heel raar. Maar dat is land dus op de boomstam. Dat is dus het level, Sander, wat ik net zei. Van, volgens mij heb ik dit level nog nooit in één keer gehaald. En die haalde ik toen in één keer. Ah. Oh, moet je die turbo nozzle hebben? Nee, hoeft niet. Maar je kan hem pakken. Ik heb hem toch al. Oh ja, tuurlijk. Het is een secret. Dus sowieso hoeft dat niet. Oké. Dit is ook al, het level wat ik nu aan het doen ben, is ook een van mijn minst favorieten, hoor. Niet omdat hij moeilijk is, maar is gewoon saai. Oké. Ja, dat is niet leuk. Oké. Op zich, tot nu toe, gaat het oké, I guess. Oké. I guess. Ik vind dit ook zo kut, want de vorige keer, toen, zeg maar, toen wist ik in ieder geval hoe die kubussen gingen bewegen. Nu weet ik dat niet, dus nu is het complete surprise. Want ja, ik ben geen no-lifer in deze game, jammer. Ben je geen no-lifer in deze game, Sam? Nee. Sad. Sorry. Oh shit, ik moet op de blauwe, de blauwe. Ik zou het niet winnen van Justin, maar ik moet zeggen, ik ben op dit moment tevreden met hoe het gaat. Oké. Okay. Ja, nou, dat weet je, als jij tevreden bent, ben ik ook tevreden op je. Nog 3 minuten, Sander. Oké. Okay. Oké, die play buttons, die kan ik wel. Oh, dit is ook een kut level. Deze gaat ook nog eens schuin. Dit gaat ook nog eens schuin. Dat is ook heel kut. Deze kubus. Ja! Nee! Die telde niet. Maar ik zit nu in zo'n secret level. En ik word er niet steeds uitgegooid. Dus ik mag deze oneindig lang doen. Mm-hmm. Totdat ik hem haal eigenlijk. Dat klopt. Oké, dat is wel sick. Snel jump. Oh, dat was goede timing. Ik moet wel zeggen, ik heb wel het gevoel alsof ik er veel beter in ben dan de eerste keer dat ik dit spel speelde. Nou, mag dat op zich ook wel. Ik bedoel, de eerste keer... is op zich best logisch dat je dat de lastigste keer vond, maar... Alsnog. Oh, ik vind die tweede kubus zo kut, hè. Die schuin gaat. Nee, die ging niet goed. Oh, fuck. Oké. Er zit dus een bug in dit level. Nee, hoezo weer niet? En ik ga kijken of ik er last van heb. Ik denk dat ik er al geen last van ga hebben. Nice. Dat scheelde niet veel. Oh. Pak de leven wel maar even, Mario. Dan gaan we tenminste sowieso deze aflevering... Ik kom nog net aan in een level, denk ik. Halen. We hebben nog 1 minuut, Sander. Ik denk dat ik nog net aan in 1 level kan. Oké, dat zou wel mooi zijn voor je. Oh, dan moet hij... Nee. Kom op. Oh, nee. Wat doe je, Mario? Mario is een vuile bitch. Die sloeg echt nergens op. Nou, oh, ik moet een van jouw favoriete levels nu doen. Echt? The Sandbird.
Oh, die is lastig. Oké. Please, Mario, doe eventjes meewerken. Good enough. Die play buttons die zijn echt heel makkelijk te ontwijken. De tijd is op, Sander. Oké. De play buttons. Ja, ja. Je hebt twee van die play buttons. Mm-hmm. Nee, Mario. Please. Oh, komt die kubus nog terug? Ja, volgens mij respawnt die kubus wel. Oké. Want ik viel er vanaf, maar ik landde precies op het gele gedeelte. Nou is de enige vraag, komt hij terug? Want als hij niet terugkomt, dan kan ik hier wel gaan zitten wachten, maar dan kan ik net zo goed... Oké, never mind. Hij komt inderdaad terug. Voor als jij de Sandbird gaat doen, hè? Ja. Wat echt kut is aan de Sandbird, is dat sommige coins op die Sandbird, die zitten op een soort verhogingtje. Ja. En dat is op zich niet erg. Alleen... Oh, god. Dan moet je springen en dan wordt het meteen wonky. Ja. Dit keer niet falen. Het is wel lastig, dat weet ik. Maar, please doe het niet. Niet falen kan best lastig zijn. Oké. Nee. Oké, in principe ik land weer op het gele stuk. Oké, ik moet daar dus niet springen, want dan spring ik van de kubus af. Onthouden. Twee uur later. Ja, deze aflevering zou echt letterlijk oneindig kunnen duren, aangezien ik sowieso twee levens op kan pakken. Ja. Dus ik krijg er sowieso al levens bij, zeg maar. Mm-hmm. Daarnaast, stel ik zou er één pakken, dan zou ik ook oneindig door kunnen gaan. Want ja. Ik heb de Sandbird in één keer gehaald. Nee, Mario! Nee! Oké, dan moet ik het eerste gedeelte ook weer opnieuw doen. Dan gaat het drie keer achter elkaar goed. En dan gaat het op een bepaald punt. En dan gaat het ineens fout. Op dat punt. Dat vind ik altijd zo kut. Wiep. Ja, oké. Nee, Mario. Oké. Dus. Maar de Sandbird had je gehaald? Ja. Oh, kan Rico Harbor ook nog verder doen, zie ik nu. Ik heb gewoon niet goed opgelet net. Oké. Hoe dan? Mario haat me, denk ik. It's official. Mario is hating me. Ja, dat doen Mario's. Ik wil nu gewoon te snel. Je kan het. Rustig aan. Je hebt alle tijd. Nou. En waar ga je elke keer dood eigenlijk? Tweede kubus. Oh ja, dat is ook het lastigste stuk. En daarna ben je nog niet klaar. Hè? Want dan heb je nog meer van die... van die blauwe rode tiles. Ja, oké. Okay, maar die vind ik op zich... nog wel redelijk te doen over het algemeen. Maar het is niet dat ik zeg van, daar ben ik goed in. Maar ik kan het wel. Als het echt moet. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Landen. Goed zo, Mario. Ik ging nu ook een aantal keer dood bij de eerste kubus. En dan dat je op dat gele stuk moet balljumpen. For some reason.
Dan denk je vast nu, hoe ga je daar dood? Ja, dat vroeg ik mezelf ook af. Doordat je op de gele stuk moet walljumpen en dat lukte niet. Nou, de walljump lukte. Oh, maar ik kwam alleen niet goed terecht. Nee. Het enige voordeel is dat ik dit nu mag doen. Ja, dat je de tijd er nu weer voor hebt. Ja. Ja. Dat het niet een hele aflevering maar kost, zeg maar. Alsnog. Ik heb wel zoiets van... ja, op zich zou ik hem wel willen halen at the moment. Joh, hoe zou dat nou toch komen? Goed zo, Mario. Goed zo, ja. Eerste kubus, gehaald. Nu de walljump goed doen. Oké, dat scheelde niet veel. Maar hey. De playbuttons? Ja, oh nee, dat gaat wel goed. Dat gaat wel goed. Ja, nu komt de moeilijkste kubus. Yep. There I'm at right now. Oké. Mijn haren zien er echt niet uit. Alleen daarvoor moet je deze aflevering ook kijken. Oké, okay. Yes. Tweede kubus. Done. Oké. Oké, als rood nu eventjes. Ja. Dan kan ik op blauw Oh nee. Nee. Wat kut. Ben je dood? Ja, bij de tiles. Nee, nu moet ik tweede kubus ook opnieuw. Dat is het kutste. Oké. Oké, ik ben nu wel echt... for some reason... en niet expres... heel erg aan het risken. Oké. Oké, gaat die... Ja, nu gaat die draaien. Dan moet ik deze kant op. Aan die kant. Ik vergeet altijd dat als ik niet speel, dat het juist de content moet zijn. Maar ja, ik vergeet dat altijd. Ik moet juist het gesprek carryen, maar dat vergeet ik altijd. Nou, ja, hallo, de vrouw carry, dat gesprek niet. Dat is, moet ik zeggen, Sander. Ik vind jou er oprecht beter in dan dat ik mezelf daarin vind. In het carryen dat vat van... ik op als een compliment. Dat moet ook. Omdat het ook een compliment is, namelijk. Yeah. Überhaupt in het carryen van video's, hoor, als in commentaar geven. Ik merk dat ik dat zelf heel lastig vind. Ik forceer mezelf wel, doordat ik nu twee series heb. Of series heb op het kanaal die ik alleen doe. En eigenlijk was ik daarmee gestopt, omdat ik dat dus moeilijk vond. Maar doe Fire Emblem en daarbij kan ik, als ik heel eerlijk ben, nog steeds niet heel veel commentary geven, omdat ik daar echt gewoon moet opletten. Het gaat bij Professor Layton nu op zich wel goed. Alleen ja, als ik echt een moeilijke puzzel heb, dan is het wat minder. Maar verder kan ik op zich wel... En dat komt ook omdat ik bij Professor Layton gewoon, zeg maar, de conversaties voorlees. Dus... Ja, dat wou ik ook al zeggen. Van Layton carried zichzelf ook wel redelijk. Mm-hmm. Aangezien... Fuck! Die moest even uit. Aangezien... het zoveel dialoog is. Mm-hmm. Alleen, ja. Alleen daarbij is de kunst het filteren van de interessante dialogen en de minder interessante dialogen. Ja, ik heb ook echt wel dat ik Professor Layton speelde, dat ik gewoon shit heb geskipt. Zo van, ik heb nu geen zin meer om te lezen. Ja, dat is bij mij ook omdat ik Professor Layton natuurlijk al heb uitgespeeld. Want als ik het voor het eerst speel, heb ik er helemaal geen last van. Nee, dat snap ik. Maar soms heb je ook... Ja, soms dan is het zo... Ja, zijn die dialogen zo niet van belang eigenlijk. Mm-hmm. En dan heb je zoiets... En dan zeggen ze ineens wel wat van belang is. En dan zit je... Kut. Kijk, als ik dat dan nog voor mezelf doe, dan kan ik denken... Boei, ik weet toch hoe het afloopt. Yeah. Maar voor YouTube dan zit je zo van... Ja, precies. En ook dan ben ik vaak toch alweer vergeten wat dat specifiek... Ik weet wel wat de belangrijke cutscenes zijn. Ja, ja. Dus bij de onbelangrijke belangrijke cutscenes. De onbelangrijke belangrijke cutscenes, precies. De onbelangrijke cutscenes waar ineens wat belangrijks gezegd wordt. Dat bedoel ik. Oké. Okay, tweede kubus. Tweede kubus. Oké, ik ga leventje opgepakt. Kaboom.
Zoals Sander zou zeggen. Nee, dat was een echte Sander kaboom. Oké, welke kant? Oh, nee, nee, nee! En je gaat wat, ook niet game over, dus dit er? Gaat heel lang duren. Ja, dat is precies het ding. Welkom bij deze XXL gameplay. Echt hoor. Het kutste is misschien haast nog wel dat je begin dan opnieuw moet doen. Ja, ja. Zo van... Ik heb het toch wel bewezen dat ik dit kan. Zo van, dit kan ik en nu wil ik te snel van het begin af zijn. Ja, en dan ga je fouten terwijl, maken. Dat hoeft niet. Mario. Ja. Dat is typisch Mario. Ja. Ja, voor mensen die op mijn scherm zitten te kijken. Ja, je kan het niet zien omdat het voor jullie heel klein is. Maar die Toad, die keek me net aan. En dat was fucking grappig. Die dacht echt, what the fuck Mario? Ja. Ik bedoel, ik weet dat het vakantie is. Maar je hebt zojuist alles naar de tering geholpen. Kun je niet eventjes wat doen toevallig? Die Toad. Oké. Okay. Wee. Oké, okay, play buttons. En die zijn voorbij. Tweede kubus. Tweede kubus. Het erge gedeelte van... Nee, nee, nee. Opnieuw. Nee, wat een genaaierij is dit. What the fuck. Hoeveel deze heb ik nog? Vijf. Daarom is deze regel zo goed voor jou. Dat ja. Je een level af mag maken. Wat af? Ja, at the moment wel, ja. Ik heb in deze aflevering 8 sterren gehaald. 8? Ja, ik sta nu op 14. Holy damn, gast. Doe even rustig. Oh nee. Oh jawel. Oké. Okay. Kubus 1. Wil kubus 1 naar voren komen bij de balie? Puzzel 1? Nee. Puzzelkassa 1, alsjeblieft. Puzzelkassa 1. Oké, okay, kubus. Kassa 2. Oh, kubus was het, ja. Nee, maar Sander, onthoud eventjes hoe dat ging, alsjeblieft. Oké, okay, dan moest ik deze. Dan moet ik deze. Oké, okay, dan moet ik daar. Nee, niet te snel. Ja, ja. Oké, okay, kubus 2 is gevonden. Kubus 2 is gevonden. Oké. Okay. Heen het muntje ook? nog niet. Nee! 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 Sander. Dit is zo kut. Nee! Sjong. Nee! Ik denk, dat kan ik redden, maar dat kan ik niet redden. Oh. Ik lach maar stiekem huilig van verdriet. Er komt, dan weer... Oh, nee. Er komt die eerste rode, blauwe tiles, die zijn... heb je best wel wat speling, zeg maar. Mm-hmm. En bij die tweede ineens niet, omdat je al moet springen met een soort tussengap. Hoe noem je dat? Een split. Oei, boep, boep. Nou, oké, okay, play buttons door naar, 21 minuten. Dit is de eerste video op Shine Sprites dat 2 uur wordt. Nee, nou, dat is niet de eerste video die 2 uur wordt. Dat zal ik je alvast zeggen. Ook niet in een serie? Ja, in een serie denk ik wel. Zal ik eens kijken. Ja, je kan ook sorteren op lengte van video, hè. Ja? Ja, volgens mij wel. Ik is wel op populairst. Ik raak hier wel echt thuislig van. Ik weet ook niet waarom ik dit doe. Oh, je kan niet zitten sorteren op lengte van video. Denk ik. Oké. Okay. Ik heb mezelf extra moeilijk gemaakt. Nice. Ik ben nu mild duizelig. Dan denk je nu vast, hoe de fuck ben jij mild duizelig? Nee. Dat zie je later in de video wel. Oké, dit is goed. Dit is goed. Kubus 2 gehaald, baby. Kubus 2 gehaald.
De laatste video die over 2 uur was, was 30 oktober. Het was Pokémon Crystal Bingo tegen Justin. Ah. Nee, nee. Oh, ja. Oké, dit is goed. Dit is heel goed. Zelfs. Oh nee, oké, ik moet nu op deze. Ja. Ja. We got him. Ladies and gentlemen, we got him. Kaboom, heel ziek. Lekker voor je loser game. Zo, dat was het. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Check zijn kanaal even in de beschrijving. Ik zie jullie graag bij de volgende aflevering waar we weer heel veel sterren binnen gaan halen. Adios, amigos.